Beste cursist, kijk naar de video. Wat doet de man? Hangt hij het schilderij aan de muur of zet hij het schilderij tegen de muur? In deze video studeren wij positieverbums deel 2. Welkom bij Leer Nederlands. Goed, in deze video studeren wij posities en positieverbums. Maar let op, dit is video 2. Kijk eerst video 1. De link staat onder deze video. Oké, dan starten wij met posities. Voor posities gebruiken wij meestal preposities. Kijk video 1, dan studeer jij op, onder, voor en achter. Dat is niet nieuw. Goed, dat is stap 1. Dan kijken wij naar positieverbums. Dat is stap 2. Maar let op, in video 1 studeren wij al positieverbums. Herinner jij jou hangen, staan, liggen, zitten? Ik herhaal heel kort. Kijk naar de foto. Zie jij de lijst, of in Vlaanderen zeggen wij het kader. Zie jij de lijst aan de muur? De lijst hangt aan de muur. Maar wacht, nu staat de lijst tegen de muur. Hij hangt niet aan, maar staat tegen de muur. Dat is staan. En hij kan ook liggen. Horizontaal. Nu ligt de lijst voor de muur op de grond. En zitten is een speciaal positieverbum. Bijvoorbeeld personen kunnen zitten of objecten zitten in iets. Bijvoorbeeld mijn gsm zit in mijn zak. Ik heb hem zitten in mijn zak. Dat was video 1. Goed, dat zijn 4 positieverbums van video 1. Er is een relatie met 4 extra positieverbums in video 2. Ik kijk naar hangen, zetten, leggen en steken. Ik start met hangen. Kijk naar de video. De man hangt het hemd aan de kapstok. Dat is actief. In video 1 studeer jij het resultaat. Het hemd hangt aan de kapstok. Actief, hij hangt het hemd aan de kapstok. Verbum 2. Dat is zetten. Kijk naar de video. Zij zet de kop op de plank. Het resultaat is de kop die staat op de plank. Staan is verticaal of met pootjes. Dus een object op iets zetten zorgt dat het object staat. Zij zet de kop op de plank.
Actief zetten. Ik zet de kop. Passief staan. De kop staat op de plank. Oké. Dan hebben wij nog twee positieverbums. Dat is leggen en steken. Goed. Ik kijk naar de video. De man steekt het geld in de envelop en legt de envelop op de tafel. Actie, leggen en steken. Wat is het resultaat? Het geld zit in de envelop en de envelop ligt op tafel. Ken jij nog video 1? Liggen is horizontaal en zitten is in iets. Passief, liggen en zitten. Actief, leggen en steken in iets. Oké, dat zijn 4 nieuwe positieverbums. Een object kan hangen, staan, liggen, zitten. Passief. Maar een persoon doet een actie. Wij kunnen iets ophangen of hangen, zetten, leggen of steken. Dat is actief. Oké, het is tijd voor oefeningen. Ik kijk naar oefening 1. Wat zie jij? Kijk naar de foto en zeg wat jij ziet. Foto 1. Wat doet zij met de kop? En wat doet zij met het boek? Foto 2. Wat doet zij met de was, de laundry? En foto 3. Wat doet zij met de plant? En wat heeft zij met de schaar gedaan? Probeer het eerst zelf. Maar ik ga nog 1 stap verder. Kijk opnieuw naar de foto. Waar is de kop? En waar is het boek? Wat is het resultaat? Foto 2. Waar is de was? En foto 3. Waar zijn de plant en de schaar? Pauzeer eerst de video en schrijf op wat jij ziet op de foto. Oké, heb jij de video gepauzeerd? Hier is een modelcorrectie. Ik kijk naar de foto. Zij zet de kop op de tafel, dus de kop staat op de tafel. Maar zij legt het boek op de tafel en het boek ligt horizontaal op de tafel. Ik kijk naar foto 2. Zij hangt de was aan de wasdraad, dus de was hangt aan de wasdraad. Hangen, hangen. En in foto 3 zet zij de plant op de tafel. Dus de plant staat op de tafel. En zij legt de schaar op de tafel. Dus de schaar ligt op de tafel. Goed. Dat is oefening 1. Wij kijken naar oefening 2. In oefening 2 geef jij mij instructies. Wat moet ik doen met de bril? Ik geef een demo. Jij ziet de bril en de doos. Ik vraag, wat moet ik doen met de bril? Jij antwoordt, leg de bril in de doos. Of, ook correct, steek de bril in de doos. Oké, nu probeer jij het zelf. Wat moet ik doen met de sleutel, met de kledinghanger, met de lamp, met de pet en met het bord, de kom en het bestek? Geef correcte instructies. Pauzeer de video
en probeer het eerst zelf. Goed, heb jij de video gepauzeerd? Hier is mijn modelcorrectie. Steek de sleutel in het slot. Hang de kledinghanger aan de draad. Zet de lamp naast of achter de sofa. Ervoor kan ook, maar dat is gek. Leg de pet op de stoel of naast of onder de stoel. En leg het bestek op de tafel. Zet het bord en de kom op de tafel. Of ook, zet het bord en de kom tussen het bestek. Dat kan ook. Oké, er is nog een derde opdracht. Dat is een escape room. Onder de video zie jij een link naar ThingLink. Jij kan een escape room maken. Maar let op, jij moet ook het perfectum kennen. En dat is het topic van mijn volgende video. Zo, beste cursist, dat zijn 4 nieuwe positieverbums. Is het complex? Heb jij vragen? Post jouw reactie, jouw feedback in de comments, in de commentaren onder de video. Heb je video 1 nog niet gekeken? Klik op de weblink onder de video. Wil je meer content zien? Klik op subscribe. Dankjewel.